Welkom bij Rivierenland in Zaken, in onze nieuwe setting waarin ons hele uitzendgebied van 150.000 mensen is meegenomen. U blijft natuurlijk kijken en als u dat doet, dan krijgt u de volgende onderwerpen. Allereerst Pieter van Dalen, hij is econoom en vertelt alles over de 5 miljard en over Prinsjesdag. We praten met Mark Smits en hij is een jurist en heeft daar ook een speciale kijk op. En vervolgens Rob Steenhorst, wat vindt de bank van deze zaken? Dit en meer in Rivierenland in Zaken. We hadden vanavond een keynote speaker. Dat is iemand die echt excelleert in zijn vakgebied. In dit geval is een econoom, dat is Pieter van Dalen. Hartelijk welkom, Pieter. Ja, leuk je te zijn. Een jonge econoom, zeg ik. Hè? Zeker. Ben je een van de jongsten in Nederland of zijn er wel meer van? Ik ben 25, maar ik ben al wel 3 jaar in het vak. Dus, ja. Maar ik leer van veel mensen van mijn afdeling en ik ben ook wel leergierig. Dus ik vind het erg leuk om te doen. Hoeveel economen zijn er eigenlijk in Nederland? In Nederland weet ik niet eens. In ieder geval op onze afdeling zijn er bijvoorbeeld 30 mensen. Ja. En ik zie wel bijvoorbeeld, ik heb gestudeerd in Utrecht. En daar begonnen we met een kleine groep mensen. Meestal is Rotterdam toch vooral bekend als de economenstad. Ja. Maar in Utrecht waren eerst 100 mensen bij de master, maar gewoon nu 200-300 mensen. Dus, maar goed, afijn, ik ben een jonge econoom. Maar ik vind het ook leuk. Ik merk op onze afdeling dat we leren van jong en oud. En dat vult elkaar goed aan. Je hebt het vandaag gehad over de 5 miljard. Hè? Over Prinsjesdag. We gaan 5 miljard gaan we teruggeven. En eigenlijk is de vraag simpel. Waarom stoppen we die 5 miljard niet in de economie? Waarom gaan we die aan de mensen teruggeven? Als het goed gaat, dan denk ik, geeft de economie een boost. Wat is jouw kijk daarop? Nou, dat is natuurlijk heel begrijpelijk, zeker na jaren van zoveel hervormingen. Politiek gezien gun ik ze van harte. En die mensen hebben jaren van bezuiniging te moed gezien. Het is ook een welkome stimulans, dat begrijp ik zeker. Maar als econoom zeggen we toch van ja, het is toch een gemiste kans. Hè? Er hadden veel meer banen bij gekund. Wiebes had belastingplannen, staatssecretaris van Financiën. En die waren doorgerekend door het CPB. Nou, het zou minstens 100.000 banen erbij kunnen scheppen. Als je lagere lasten op arbeid zou hebben. Vereenvoudiging van belastingen. Denk aan een woningmarkt. Denk aan lagere vennootschapbelasting. Denk aan een vereenvoudiging van btw-tarief. Dan zou die 5 miljard heel mooi kunnen gebruiken. Omdat de mensen die daarop achteruit gaan te compenseren. En dat zou veel meer banen opleveren. Ja, nu komen naar schatting 35.000 banen erbij. Nou, dus dat is echt een gemiste kans. En wat dat betreft kun je veel beter hervormen in plaats van weer cadeautjes geven. Ja, dus je bent het niet helemaal eens met het beleid wat op dit moment al gevoerd wordt? Nee, dat is echt een gemiste kans. Oké, nou dan hangt de economie altijd samen met voor- en tegenspoed. We hebben vanavond al eerder het woord bij Rob ook gehoord over vertrouwen in de markt. De huizenmarkt die ontwikkelt zich gewoon goed. Met andere woorden, het gaat met z'n allen wat beter, dus gaan we meer huizen kopen. Ja. Maar er is natuurlijk in Nederland een heel groot probleem op het gebied van huisvesting. Want er zijn ook gewoon veel te weinig sociale huurwoningen. Ja. Wordt dat wel eens in een of andere berekening meegenomen? Of is dat nu eenmaal, als er geld is, dan worden er huizen gebouwd en dan kopen we. En kunnen wij daar een andere kijk op verwachten van jullie? Nou, je raakt nu echt aan een van de kernpunten van de Nederlandse woningmarkt. Hè? De woningmarkt in Nederland heeft een vrij scheve verdeling. 1/3 van de woningen is sociale huur. Inderdaad, er zijn zelfs nog tekorten, maar 60% is koop. En maar 8% is vrije huur. Die bestaat bijna niet. Terwijl als je kijkt in Europa, is 13% ongeveer maar sociale huur. Dat komt natuurlijk ook door ons fiscale systeem. Hè, maar eigenlijk is huren in Nederland, dan heb ik het over vrije huren, geen optie. Ik word eigenlijk gelijk gedwongen als starter om te kopen als je een beetje inkomen hebt. Ja. Dus wat dat betreft zouden we zeker nog meer naar een eigendomsneutrale woningmarkt gaan. Hè, dus dat je niet wordt gedwongen als koper, maar dat je ook prima kan huren. En wat dat betreft met name de middeldure huur, dus de vrije huursector, die zou nog een stuk meer kunnen opbloeien. En dat zou vooral kunnen als er wat fiscale afbouw is, met name bij het kopen. Ja. Kom toch nog even terug op het verhaal van vertrouwen, hè? Want alles hangt een beetje samen. Hè? En je weet nu wat er in Duitsland gebeurt. Hè? De automobielindustrie die krijgt met de schoemel... De Schumel software, mooi woord trouwens, die krijgt toch een behoorlijke opduvel. Ja. Wat betekent dat eigenlijk voor de economie in zijn totaliteit, voor de Europese economie? En bijvoorbeeld, welk staartje krijgt Nederland daarvoor mee? Ja, nou, de exacte getallen erop te plakken zijn erg lastig, want het kan ook vertrouwen schaden. Dat is toch het sleutelwoord en dat is een moeilijk iets wat je kunt berekenen of in cijfers vatten. Maar ik sprak wel met mijn collega die de Duitse economie analyseert. En die zei wel van 13% van de Duitse export, toegevoegde waarde, is de automobielindustrie. Nou ja, die zou wel eens flink wat kunnen afnemen. Want dat krijgt toch een deuk, dat vertrouwen. Nou ja, en dat kan toch ook, dat is toch een belangrijke handelspartner voor Nederland, hè, Duitsland. Dus dat zou toch zo kunnen betekenen dat,
een paar tiende BBP zou het kunnen kosten. Dus het gaat snel in de honderden miljoenen lopen. Dus dat is zeker een risico. En wat dat betreft schaadt het vertrouwen en is dat geen goede ontwikkeling natuurlijk. Oké, en tot slot had ik nog één vraagje over het MKB. Het MKB, in jouw lezing kon ik duidelijk opmaken, profiteert feitelijk veel te weinig van die 5 miljard die er straks cadeau wordt gedaan. Ja. Wat zou men nog kunnen bijstellen om te zorgen dat die MKB'er toch enthousiast genoeg blijft om weer enthousiast en goed te gaan ondernemen? Nou ja, kijk, dat is natuurlijk heel lastig. Laat ik zo zeggen, de regering heeft een poging gedaan om wel de economie iets te stimuleren. Maar die wetten moeten natuurlijk allemaal door de... En die moeten nog allemaal door de Kamer. Wat ik hoop is dat in ieder geval er nog goed wordt gekeken naar die belasting en hoe die zijn geregeld. Kijk, helaas, ik denk niet dat de politiek weer daar helemaal opnieuw om tafel gaat zetten. Want hebben ze helaas naast zich neergeschoven. Nogmaals, het zou zo mooi zijn als er minder regelgeving is voor MKB'ers. Een veel eenvoudiger belastingssysteem. Dat niet de cavia BTW 21% is en de konijnenvoer 6%. Er zitten zoveel complexe dingen. Ondernemers betalen ook veel te veel voor werkgeverslasten. Je zou veel lagere lasten op arbeid kunnen hebben en eerlijke vermogensheffing. Wat je bijvoorbeeld hebt in Scandinavië, Noorwegen en Zweden. Dus wat dat betreft, ik zou zeggen als MKB'er, je moet het toch ook vooral zelf doen. Maar de overheid probeert wel met in ieder geval die stimulans het vertrouwen te verbeteren. Is het ondeugend om te zeggen dat eigenlijk dan, we hebben nu een redelijk rechtse regering. Is het dan ondeugend om te zeggen dat je op een andere regering moet wachten om te zorgen dat het MKB het dan beter krijgt? Nou ja, of moet men gewoon beter naar die huidige regelgeving kijken? Kijk, ik denk echt dat het politiek gezien gewoon een moeilijk punt is. Want je raakt met een belastinghervorming heel veel verschillende groepen. Zowel links of rechts zullen echt mensen water bij de wijn moeten doen. Laat ik zo zeggen, er was nu geld beschikbaar om dat eens te doen. En wat dat betreft, de politiek en de economie, dat gaat niet altijd hand in hand. Maar goed, wat de regering wel doet, is dat de koopkracht verbetert. En daar merk je als ondernemer wel iets van. Ja, en is het dan eigenlijk ook niet zo dat die 5 miljard nu teruggeven aan de mensen, min of meer, toch ook een manier is om het electoraat aan zich te binden? Of als in aanloop naar de nieuwe verkiezingen? Ja, dat lijkt er wel op. We hebben natuurlijk jaren bezuinigd. En nu het wat beter gaat, is het toch ook politiek wel prettig om iets terug te geven aan de kiezer. Goed. Ik weet voldoende. Ik ga je bedanken voor een mooi betoog en veel succes wensen. En hopen dat het met ons allemaal een beetje beter gaat. Ja, dat was hartstikke leuk. Graag gedaan. Tot ziens. Je praat over bankzaken, maar je praat natuurlijk ook over juridische zaken. Alles heeft te maken met de economische ontwikkeling en dan vindt daar ook een verschuiving plaats. Ik praat daarover met Mark Smits en Mark is van Smits Legal. Klopt. Dat klinkt heel legaal. Ja, inderdaad, dat is het ook. Ik ben mijn onderneming pas begonnen. We zijn sinds mei actief en wij doen verschillende zaken. We geven juridisch advies. Voor we dat allemaal gaan vertellen, ga ik je toch even een vraag stellen. Ja. Want je hebt dat hele verhaal gehoord over de economische ontwikkeling in de markt. Wat merk jij daar trouwens van als ondernemer? Als ondernemer merk je daar best veel van. Je ziet inderdaad dat de economie aantrekt. Dat heeft ook gevolgen voor de soort klanten die je krijgt. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de incassozaken die ik voer, dan zie je dat in eerste instantie in de slechte periode, in de crisistijd, dan heb je veel te maken met mensen die bedrijven die failliet gaan. In het kader van incasso en nu dat je ziet dat de economie wat opleeft, heb je ook wel te maken met bedrijven die wat later betalen, maar die hebben wel vaak voldoende financiële middelen. Ja. En bij een juridisch adviseur heb je ook te maken met mensen die in ontslagprocedures zitten. Of is dat nog veel veranderd? Ja, je ziet in de crisistijd dat bedrijven van werknemers af moeten. Dat betekent dat je daar heel veel conflict situaties ontstaan. Ja, en nu komen bedrijven naar je toe om te vragen naar overnamecontracten of meer dat soort zaken. Dan zie je ook een hele duidelijke verschuiving. En heeft dat te maken met de versoepeling van het ontslagrecht bijvoorbeeld of met die nieuwe wet werk en zekerheid? Want ik hoor wel eens mensen zeggen, het is nog werk, het is nog zekerheid. Ja, maar de wet werk naar zekerheid, dat is eigenlijk voor bedoeld om het ontslagrecht te versimpelen. Dus bedrijven kunnen makkelijker van hun werknemers af. Maar in de praktijk zie je daar toch heel veel haken en ogen in zitten. Er is op dit moment nog heel grijs gebied. En er zal nog heel veel jurisprudentie voor nodig zijn om dat grijze gebied meer zwart of meer wit te gaan maken. Ja. Ja.
Voorts hebben we het hele avond gehad over positiviteit. Hè. We moeten meer vertrouwen hebben in de markt en dergelijke. De overheid die zegt straks we geven 5 miljard terug aan de mensen. Maar ja. We geven het nog niet terug aan het MKB. Wat ga je er zelf van merken in de toekomst? In de toekomst, ja, op dit moment, zoals je ook naar de presentatie, in de presentatie hebt gezien, merkt het MKB daar vooralsnog niet zo heel veel van. Ik denk wel, doordat het beter gaat met de economie gaat, mensen meer middelen hebben om wat zaken te kopen. Dus je ziet daar wel een makkelijke doorstroom ontstaan. Ja, dus dat heeft wel een positief effect op de economie. Mensen krijgen meer middelen om weer te kopen en die cirkel gaat langzaam weer lopen. En jouw bedrijf gaat heel groot worden in de toekomst? Of uiteraard. Zeg je van zo'n streven heb ik niet? Nou ja, ik ben wel ambitieus en ik wil graag mijn bedrijf groot maken. Maar goed, klein beginnen en ja, gewoon zorgen dat je werk op orde is, dat het goed is, dat het degelijk is, goed juridisch advies geven en dan langzaamaan groeien. Ja. Mooi. Ja. Je bent in ieder geval enthousiast, absoluut. Dat is duidelijk. Ja. Mark, ik ga je bedanken voor dit gesprek. Dank je wel. Rivierenland in zaken aan de tafel van Rivierenland en uiteraard ook iemand uit Rivierenland. Hoe kan het ook anders? Rob Steenhorst en hij is directeur van Rabobank West-Betuwe. Klopt hè? Klopt helemaal, dankjewel. En daar zit heel Rivierenland bij, behalve het stukje? Dit stukje rechtsonder hoort er niet bij, maar verder is dit ons mooie werkgebied van de bank in de West-Betuwe. Ja. Mooi. We zijn bij de BIS vanavond, we zijn te gast en ja. We hebben daar een prachtig verhaal gehoord over onder andere de economische ontwikkeling van de regio en over Prinsjesdag en de enorme impuls die wij met z'n allen gaan krijgen. Hoopgevend verhaal, ja, vond ik ook. Ja. Want wat we hoorden is, er wordt 5 miljard geallokkeerd en dat gaan wij gewoon teruggeven aan de burger. Nou, is dat een slim plan in jouw optiek? Want wat heeft de ondernemer, de MKB'er, die hier hard aan het werk is, wat heeft die er eigenlijk aan? En wat doen jullie als bank daarmee? Ik denk dat het goed is dat de regio een stimulans krijgt. Hè? Want wij zien ook wel, ook in de West-Betuwe, maar dat is een landelijk beeld, dat ondernemers het moeilijk hebben. Dus voor ons is bank heel belangrijk om daar wat mee te doen. Je ziet de rol van de bank ook daar echt in veranderen. En wat de bank aan het doen is heel sterk om te kijken van oké, zijn er alternatieve financieringsbronnen? Als ik bankier het niet meer gedraaid kan krijgen, kan ik dan alternatieven aanreiken aan die MKB-ondernemer om dingen toch mogelijk te maken. En binnen de bank hebben we daar best heel veel mogelijkheden voor. Ik denk aan de Q-credits, ik denk aan achtergesteld vermogen dat we ter beschikking stellen. Maar we zoeken ook steeds meer de samenwerking met andere partijen om die wensen van die ondernemer in te vullen. Ik denk dat een belangrijke verandering is binnen onze bank, die we ook in ons werkgebied hier in de Betuwe willen gaan uitdragen het komende jaar. De bank heeft natuurlijk enorm veel kritiek gehad, hè? Behoorlijk veel. Men heeft gezegd, ja, de bank heeft een zorgplicht altijd gehad, maar het hebben meer voor zichzelf gezorgd alleen. Is er een soort kentering aan ontstaan dat de beeldvorming van de bank ook weer wat positiever is? Er is enorm veel vernieuwing binnen de bank. En ik denk dat de kritiek ook betekent dat wij veel meer weer in gesprek moeten met onze klanten. Nou, wij zijn een coöperatieve bank. Dus van ons zit dat denk ik redelijk in het DNA. Maar het is belangrijker dat we dat gaan uitdragen. Dat laten we wel wezen. Ik denk op lange termijn, als je kijkt naar de Rabobank, bestaansrecht, we zijn een coöperatie, we zijn er voor het werkgebied. Dus het enige waar wij mee ons kunnen onderscheiden ten opzichte van andere banken is juist die klantfocus. We zijn er voor klanten en door klanten. En dat principe, ja, dat moet sterker naar voren komen in ons handelen. Ja. Dat is wel een omslag die ik binnen de bank voel en die ik heel belangrijk vind. Ja, ondanks ook de reorganisaties die jullie als bank natuurlijk zelf ook hebben meegemaakt. Ja, die horen daar ook bij. De wereld verandert en ik denk dat ondernemers dat ook merken. Ondernemers zijn jaren geleden al heel druk aan het signeren gegaan om nu beter te krijgen. En bij ons zie je hetzelfde. Ja. Vernieuwing en groei gaat, ja. Sleutelwoord vanavond is ook weer vertrouwen. Merk je dat? Dat het vertrouwen begint te herstellen? Ook bij de ondernemers in de MKB? Of zeg je van, wow, dat mag nog een extra zetje krijgen? Wisselend beeld. Je hebt in alle eerlijkheid, je hebt ondernemers die het moeilijk hebben gehad in de crisis en daar traag uitkomen. Misschien te lang in de crisis hebben gezeten. Maar gelukkig merken we ook wel bij een aantal andere ondernemers dat de investeringsbereidheid weer wat groter is. Dus als ik naar kijk naar de praktijk van onze bank, dan zie je dat het aantal kredietaanvragen wel stijgen. Nog mondjesmaat, maar het begin is er en beter dan een aantal kwartalen geleden. Dus daar ben ik wel optimistisch over.
Oké, nou binnenkort is er hier in de regio ook een startersdag. Neem aan dat jullie daar ook aanwezig zijn? Jazeker, ja, daar zijn we absoluut vertegenwoordigd. Okay. En dan met belangstelling kijken naar nieuwe ondernemers die enthousiast toch weer de draad op gaan pakken en goed gaan ondernemen. Daar moet het van komen. Economische groei die komt van de ondernemers. Dit soort bijeenkomsten die vinden wij heel erg belangrijk. Hè. Beter in zaken, die brengt ondernemers bij elkaar. Samen inspireer je elkaar. Nou, ik denk dat dat heel goed past bij de uitgangspunten van de Rabobank. Daarom vind ik het belangrijk om hier te zijn om ondernemers samen te brengen. Er ontstaan weer nieuwe ideeën uit. En die starters in ondernemersland, dat zijn de groeibrillanten van morgen. Dus belangrijk dat die voorlichting krijgen, dat we onze kennis daarmee delen. En als het even kan ook hun helpen in hun eerste stappen op weg naar het ondernemerschap. Voldoende gesproken, dank voor je aandacht en hoop veel succes met de onderneming. Dankjewel, graag gedaan. Dit was Rivierenland in Zaken. U bent weer volledig op de hoogte van de ontwikkelingen in de regio. En wilt u het nog een keer nakijken? Dat kan natuurlijk op onze website www.stadstvtiel.nl. Dank voor uw aandacht en tot ziens bij Rivierenland in Zaken.